Na een jaar werk is de boot eindelijk buiten. Het is voor ons een fantastisch moment. Het is heel leuk om de boot buiten te kunnen bekijken en voor het eerst de lijn van een afstand te kunnen zien. Ik moet eerlijk zeggen dat hij een stuk groter uitziet dan dat hij er binnen uitzag. Voor ons een heel mooi feestelijk moment. Dit is hoe we een casco opleveren. Dit casco is eigenlijk klaar voor de schilder. Dus het kan opgeschuurd worden en geplamuurd worden en gespoten worden. De binnenkant van het casco dat schuren we helemaal op. En is eigenlijk klaar voor isolatie en voor alle systemen. Alle versterkingen zitten erin verwerkt. En eigenlijk klaar voor de afbouwer. Voor het interieur en voor... techniek, motoren, alles kan aan boord geplaatst worden. Dus zoals jullie kunnen zien staat er nog een ladder aan boord, want we hebben vandaag het laatste op de boot geplaatst, want het was te hoog voor onze deur om door de deur naar buiten te komen. Laten we even een kijkje aan boord nemen om de laatste dingen te bekijken. Wat ik leuk vind om te laten zien is hoe we het composiet verder afwerken. Dus de binnenzijde, daar zat overal peelplei op. Dat is eigenlijk materiaal, als je dat eraf trekt, is alles gefinished. Is alles geschuurd en kun je eigenlijk op doorlijmen of schilderen of plamuren. Vervolgens halen we overal even een schuurmachine langs, zodat het scherpe eraf is. En dat is hoe wij de boot opleveren. Laten we boven even gaan kijken bij het dashboard. Dat is het laatste onderdeel wat we erop gezet hebben. Zoals jullie in eerdere filmpjes hebben kunnen zien, kan ik jullie nu laten zien hoe het meubilair op de flybridge geplaatst is. Dus dit is de bank waar we eerder mee in onze handen hebben gestaan. Deze zitten vastgelijmd en vastgelamineerd op de flybridge. Aan de zijkant van de flybridge komt een glasrand die hier omheen geplaatst wordt. Hier hebben we allemaal versterkingen ingelamineerd, zodat dat goed bevestigd kan worden. Aan de achterkant hebben we een basis. Deze basis is voor de radarmast. De radarmast wordt klapbaar naar voren, zodat de hoogte zoveel mogelijk beperkt wordt tijdens het varen. Wat ik een mooi detail vind aan de flybridge, dat zijn eigenlijk de afwaterpunten. Dat is gerecessed met een buisje eraan, waardoor de drainage op het systeem naar beneden aangesloten wordt, zodat het mooi kan afwateren. Voor ons zijn dit leuke details om te maken, best wel gedetailleerd. Maar er is straks helemaal niks meer van te zien, want het wordt allemaal in de vloer verwerkt. Waardoor het water mooi weg kan lopen zonder dat het zichtbaar is. En hiervoor is het dashboard. Dit dashboard hebben we vanochtend nog geplaatst. Dit was net te hoog voor de deur in onze hal. En dan hebben we nog een aantal luiken hier met opbergruimtes. Recessen voor speakers. Een recess voor de tafel die er later in geplaatst wordt. Ja, dat is een beetje wat ik kan vertellen over de flybridge. Dit is zoals we het casco aan de binnenkant afwerken. Het hele casco is eigenlijk overal geschuurd, zodat er nergens scherpe plekken zijn. En zodat het eigenlijk in één keer klaar is voor eventueel schilderwerk of isolatie. De leuke details die ik vind aan dit casco om te laten zien is bijvoorbeeld hoe bepaalde dingen gelamineerd zijn. Je ziet eigenlijk overal dat de tapingen van de laminaten overal mooie gelijke maten zijn en dat er met zorg een casco gemaakt is. De trap is er nodig, pak maar hoor. Ja. We roepen wel als we eruit willen. Dit zijn de roosters voor ventilatie. Deze roosters die komen eigenlijk in de zijkant van de romp en die worden tegen het glas aangelijmd en met het glas mee vast erin gezet. Dit is het ankerluik. Het is eigenlijk een stuk wat we eerst in de romp meegelamineerd hebben en eruit gezaagd hebben. Dit luik gaat eigenlijk open en dan gaat het anker komt uit het gat.
in de voorkant van de boot. Als je de mastbasis zag bovenop de flybridge, dan denk je natuurlijk dat dat een hele sterke fundatie moet zijn voor een radarmast. Maar dat hoeft helemaal niet, want de radarmast is heel erg licht, zoals je kan zien. Ik kan hem zo in mijn eentje tillen. En het leuke aan de radarmast, vind ik om te laten zien, is als je hem neerlegt, en je tikt op de kop. Het is net als staal, maar het weegt niks. Het schip is hier klaar en binnen ga ik jullie nog even laten zien hoe het lamineerproces precies in elkaar zit. Dus vanuit de vriezer tot op een mal of op een schot tot een carbon product. Eigenlijk wordt het product wordt allemaal opgebouwd uit verschillende lagen. Wij hebben eigenlijk drie bouwwijzes hoe wij de boten bouwen. Bouwwijze 1 is gewoon eigenlijk een droge mat waar we met de hand hars overheen aanbrengen. Bouwwijze 2, dat is sprint en dat is wat we in dit geval toepassen en hoe we eigenlijk ook de hele 17 meter boot gebouwd hebben. Dat is eigenlijk een droge laag glas of carbon waar de hars aan de onderzijde machinaal op verwerkt zit. En hier kan ik een mooi voorbeeld laten zien. I want that piece. Dus de hars zit dus op het materiaal. Eén kant droog, de andere kant nat. Als je dat vergelijkt met een droge laag, carbon, dan zie je dus een twee kanten droog. Hier moeten we dus met de hand de hars nog op aanbrengen. Nou, het heeft eigenlijk een aantal grote voordelen. Doordat de laag nog steeds droog is, ontluchten alle vezels nog. En daardoor kunnen we eigenlijk laag voor laag op elkaar leggen als een soort van stickervel. Zo bouwen we eigenlijk de hele boot op. Andere voordelen zijn dat dit natuurlijk lichter is, want hier zit precies de juiste hoeveelheid hars op het materiaal. Dus de machine is natuurlijk veel nauwkeuriger als dat we met de hand de hars verspreiden. En 3 is prepreg. Dat is eigenlijk bijna hetzelfde als sprint, maar dan is de hars er machinaal in verwerkt. Nou, hoe verwerk je dan? Leon is hier een dek aan het lamineren. Zo kun je zien hoe makkelijk het materiaal eigenlijk te vervormen is. Het is eigenlijk een soort van sticker plakken. Dus hij haalt eigenlijk de plastic eronder weg. En ik kan willekeurig de lappen op de juiste plek leggen. Als de lappen groter zijn dan het product, pakt hij eigenlijk een 2,5 centimeter overlengte. En zo koppelt hij eigenlijk alle matten weer aan elkaar. Nou, je ziet dat hij een mooi gelijkmatig 2,5 centimeter lamineert. Als het complete pakket op het dek ligt, dan komt er eigenlijk een vacuümzak over het product. En dan gaat hij de autoclave in, die hierachter staat. Dus worden er allemaal slangen op het product gekoppeld. En dan dit dek gaat nog naar 3 bar onder druk. Het kranen van het schip vind ik altijd spannend. Het is een eind van een traject. Je hebt een jaar werk gehad. Je ziet er toch een klein beetje naar uit, maar ook tegenop. En zeker in dit geval, omdat er maar zo weinig ruimte onder de deur was. We konden de boot achter met een grote band eromheen pakken en voor door het gat van het anker. En uiteindelijk was het optillen en het hier naartoe verplaatsen was eigenlijk heel erg makkelijk. Die mannen kunnen ook rijden. Nou, leuk dat ik jullie allemaal gekeken hebben. We vinden het heel erg leuk om jullie alles te hebben laten zien. Paul heeft jullie heel veel kunnen leren en blijf ons volgen voor meer informatie.